vol aan het vullen. Even kijken. Is bijna vol. Kaviaatjes. Eten. Ja, en hoe heten ze? Even kijken, wat dit is whisky. En dat is Charlie in het hokje. Charlie en whisky. Whisky en Charlie. Goedemiddag allemaal. Welkom op ons YouTube-kanaal. Mijn naam is Karin Stammer van de Werf. Ik ben Roderick Stammer van de Werf. Ja, en samen vormen wij familie Stammer van de Werf. Ja, dus jullie horen erbij. Gezellig. Het is vandaag vrijdag 29 mei 2020. Ja, en zoals jullie zien op de klok is het 12:30. En ik ben lekker bezig om de caviakooi te verschonen. Dus ja, en we zeggen altijd veel kijkplezier. Aan het Even kijken. Is bijna vol. Kaviaatjes. Eten. Ja, en hoe heten ze? Even kijken, wat dit is whisky. En dat is Charlie in het hokje. Charlie en whisky. Whisky en Charlie. Helemaal goed. Vriend, ik schrik voor jou. Poesje de kat. Nou, sorry hoor. Niet rustig. Wil je nog meer hooi hebben? Ja, dat mag. Geduld. Kijk, hier. Bij het huisje. Asje. Dat is leuk. Dat is heel wat anders. Oké, daar. Ja. Het ziet er niet uit hier. Zeltje. Waar had ik die gelaten? Oh, daar. Jet. Voer bij de Jumbo vandaan. Jep. Jumbo voer. Dat is erg lekker. Jumbo voer of kavia voer? Helemaal het uitspoken. Spelen met eten. Oké. Okay. Oh, het is veel. Mag ik jou dat laten zien? Ja, kijk. Ik doe het al zo. Ja? Ja. Zo. Ik ben zo terug, mensen. Ik moet nog heel even een belletje afronden. Ja, jullie schrikken ook niet meer zo van even die camera. Maar jij hebt er nog niet zoveel zin in. Nope. Een dag lang alleen cavia's filmen, dat is ook leuk. Kom je bij mij? Ja, mag. Kijk, ik heb hier alweer voor, hoor, voor je. Kijk, voor. Ja? Ga de deksel dicht. Meneer Slaapkop 1. Schat, nee, mop, blijft ook gewoon liggen. Mm-hmm. En daar hebben we meneer. Slaapkopje 2, als je weer wakker vindt. Ja, top.
En daar hebben we mijn meisje liggen, mijn andere meisje. Hi. En daar hebben we Speedy lekker liggen. Hey, kerel. Ja, mrouw. Hebben we daar Drakimo liggen. In de vensterbank. Draki. En daar hebben we Beautymo liggen. En daar hebben we Lovely. Hè? De jaloerse gekringetje. Ja. Hey. Dan niet. Ja, en dan ga ik me eventjes fortuneren. En dan ga ik Row even lekker 2,5 uur lekker alleen laten. Misschien dat hij nog het een en ander in huis doet of zo, weet ik niet. Maar ik denk het wel. Hè, mijn lieftallige mannetje. Hi. Hi. Hoe vind je dat en dat ik jou 2,5 uur alleen laat? Geweldig, leuk. Hoezo? Eindelijk weer rust. Niet dat de hele tijd ik heb praat van jou en gevlogd de hele tijd. Nou, dat vind je helemaal niet erg, vloggen. Dus. Scheelt weer. Dat hebben we nog even niet. Scheelt weer, lekker rustig. Ja. Ik vind iemand mij weer leuk om mij te kussen te geven en ik wil gewoon een kus. Nee, ik wil een normale kus. Nee, gewoon een normale kus. Ja, dat krijg je. Nee. Kus. Popcorn te jatten. Nee. Ja, popcorn. Hè? Ja, popcorn te jatten. Ja, precies. Precies. En nou wil ik een goede normale kus. Wat? Van jaloers. Hou je nog een beetje van mij dan? Een klein beetje. En wat is een heel klein beetje bij jou? Zo'n klein beetje. Vertel waarom. Waarom? Zo'n klein beetje. Waarom? Zoveel ben je in beeld namelijk. Over jou. Hou je ook nog van mij? Test kom. Nou. Ik ben gewoon pesten. Ja, hou ik niet van. Niet, waarom niet? Nee. Waarom niet? Hou ik aan pesten. Waarom niet? Nee, hou ik gewoon niet van. Is niet leuk. Nee, is niet leuk. Pesten is niet leuk. Toch niet? Nee. Toch niet? Hou je dan niet van mij? Oh. Ik hou wel van jou, maar niet van dat gepest van jou de hele tijd. Zo, ik ben thuis. En Roderick die heeft nu zijn jas aan. Dus wat gaan we doen? Ja. Nou, inderdaad, we gaan weer weg. Ja, met de toetoet. Ja, en ik laat even zien wat Roderick allemaal heeft gedaan. Want hij is aardig bezig geweest. Want volgens mij heeft hij ook nog geveegd. Ja, wat ben ik weer blij met jou. Knuffel. Kus, knuffel. Ik heb misschien dat ik gefeest heb. Wat? Dat is omdat ik hier dus eerst een hoopje hier had en dat is weg. Wat? Hè? Hoezo? Nee, ja, jongens. Nee, maar die jongens gaat het ook onwijs goed. Ja! Nou ja, we gaan weer lekker de hort op. We gaan even naar Stichting Isaac en de Schittering. Dus we gaan daar weer even goedkope boodschappen doen. Echt goedkoop. Zo. Krijg jij lekkers? Lovely. Hup. Sorry. Ik wou even scherp stellen op jou. Ja. En nou jij, hè? Ja, oké. Tot strakjes. Tot goed. Hey, doe eens lief. Zo wat haar, vind ik leuk. Sowieso wijn. Ja.
laat jullie zo even ook zien wat voor wijn ik koop. Bij de Jumbo, leuk. Vind ik gewoon grappig. En ik ga ook wat anders kopen. Oké, we zijn hier aan beland. Ja. Eens even kijken. Ik wil sowieso. Het is namelijk 3 voor 5 euro. Ik wil sowieso deze dan eens even. 2 van. Ik ga een beetje los hoor nu. Daar 1 van. Zo, dit is dus al 3. Dan heb ik daar 2 van. Daar 1. Ik denk dat ik hier ook gewoon weer 1 van doe. Lekker veel. Ik vind het best. Ik heb het toch. Dan pak ik deze 2 erbij. Kijk. Overal lekker 2 van. En dan hebben we nog deze. Deze. Ja, ik spoor niet helemaal. Maar oké, okay, maakt niet uit. Ik vind het lekker. Waarom niet? Dit is... deze ken ik nog niet. Haal ik ook gewoon lekker. Joh, waarom niet? Zeg, doe eens gek. 2, 4, 6, 8. 10 bakjes. Ja. 10 bakjes. Daar zeg ik al. Ik doe gewoon gek. Met pesto. Hey, dat is leuk. Nou. Daar zeg ik al. Doe eens gek. En Roderick is ergens anders. Hartstikke idee. Light ga ik niet kopen, want dat mag ik niet. Light dingen niet. Schat, op en neer. Dus, dat is dat. Is leuk. Dankjewel, Jumbo. Kijk, en jij mag er wel op. Dat is leuk. Maar jij bent wel een klant, maar je bent mijn mannetje. Dus dan mag jij erop. Doe eens gek, hè? Allemaal hetzelfde. Nee. Allemaal filet Amerikaan. Nee, want dit is filet Amerikaan peper. Dit is carpaccio met ui. Naturel. Dit is dus Martino, ken ik niet. En met pesto. Allemaal filet Amerikaan. Ja, nou en de joehoe. Alleen dan moet ik zo meteen nog even scannen. Dan ben ik heel duur uit. Het is namelijk 3 voor 5. Dus dat is dan. Dit is dan 5. Dit is dan 10. Dit is 15. Ik heb nou 20 euro aan. Filet Amerika. 20 euro. 20 euro voor filet Amerika. Je bent lekker. Nee, is lekker. Is lekker. Ja, ja. Is lekker. Nee, is lekker. En ik ga zo meteen inderdaad nog halen wat ik zei. Dit is al eventjes een tussenstand. Dit is pindakaas wat ik heb gehaald. Is je lekker, pindakaas. En dan lekker deze. Nee, ik maak geen reclame, maar ik vind het wel leuk. Schappig. Jip. En daar loopt Ro. Staat Ro te wachten. Ben je blij bij mij? Ja. Altijd? Dat is mooi. Daar gaan we naartoe. Geen idee. Zo, nou, we gaan eventjes onze... We gaan even onze boodschap even unboxen. We hebben heel wat gehaald. Zoals jullie weten heb ik dus filet Amerikaan verse pesto. Daar heb ik heel wat bakjes van. Lekker. Maar er zit ook een hoop hier in deze tas qua drinken. Ja. Er zit een hele hoop in. Stop hem even trouwens eens even. Stop me eens even trouwens. Ja, en Roderick is er ook hoor. Ja, kom erbij. Gezellig. Jij en je hebt ook het een en het ander gehaald. Ja. En wat heb je gehaald? Karnemelk. Lekker. En welke karnemelk? De wat voor? Bosvruchten. Ja. Ik kan gewoon in beeld. Kijk. Bosvruchten. En waarom heb je altijd bosvruchten? Dat is lekker. Oké. Nou, ik heb dan weer heel veel pakken van deze. En lekker appelsap. Ook nog lekker appelsap van Fanta. Gewoon Fanta. Nou en nee, en daar worden we niet voor gesponsord. Helaas niet. Dus daar heb ik 3 pakken van. Hoe ver ik het moet laten, weet ik nog niet. Maar dat komt goed. Daar heb ik dus inderdaad, wat ik al zei, 3 pakken van.
En dan gaat mijn man nu al lekker drinken. Handig. Die komt zo meteen. Die komt zo meteen. Dan heb ik hier kokos. Eentje gaat naar mijn moeder toe. Dus die doe ik even daar. Ja, kokos. En heb ik hier lekker soja. Ook lekker. Heel erg lekker. Dan zouden we deze dingen gewoon even in de tas, hoor. Oh, goed. En dan hebben we deze. Daar heb ik ook drie van. Van het tarwe spul. Even kijken, want anders haal ik alles eruit. En dat hoeft ook niet. Dan heb ik hier ook wat van. Dus ja, lekker veel gehaald. En lekker deze. Ik kan weer lekker zelf ginger prik maken. Is lekker. En ik heb zin om zometeen lekker aan de soep te gaan. Dus die ga ik ook sowieso eten. En ik heb mijn pindakaas weer. Dus ook gaat eentje naar boven. Eentje blijft hier. En heel veel drinken gaat ook hier. Want ik heb nog een hoop boven staan. In de koelkast. Dus alles kan lekker hier, hier blijven staan. Dat is leuk. Ik heb echt gewoon heel veel, hoor. Maar dat maakt niet uit. Joe. Nee, kom. Die erop. Ik ben aangekomen weer bij de jongens. Want ze krijgen wat lekkers. Hé, hey, kerel. Kom je kijken. Hier. Ik heb hier wat lekkers voor jou. Oh, je pakt het gewoon zelf uit mijn hand. Dat vind ik helemaal leuk. Kom eens hier. Charlie. Nee, whisky. Kom. Pis. Pis. Hey, yo, koekoek. Kijk hier. Niet? Dan niet. Zakkenwasser. Noem die lekker daar. Lekker vitamintjes. Komen weer lekker vitamintjes aan. Ja, lekker vitamintjes, jongens. Ja. Lekker, hè? Lekker, hè? En heb ik hier nog lekker sla voor ze. Oh, die is ook nog lekker. Hey, guys. Wat een kleurrijk hok hebben jullie nu. Nou, ik ga die eventjes lekker nog verdelen aan de jongens. En dan kunnen ze lekker vitamintjes eten. Zo, nou, de jongens hebben de hele sla hier. Daar ligt een kropje. Daar ligt weer hooi. Hier hebben ze hooi. Ze zijn lekker aan het smikkelen, zoals je kan zien. Dit is whisky. Lekker, hè? En daar ligt Charlie in het hokje. Lekker, hè? Lekker, hè? Ja. Lekker, kind. Is lekker, hè? Oh, wat krijgen jullie ook heel goed te eten hier, hè? Ja. Ik ben zo blij met jullie. Ja. De jongens hebben dus lekker eten gehad, wat jullie wel kunnen zien, hebben kunnen zien.
Ik heb mijn moeder aan de telefoon, zoals gebruikelijk. Roos nog even thuis. Ik heb de koelkast en de vriezer opnieuw ingedeeld. En ik moet nog cadeautjes inpakken. Ja, en voor mijn oom, die dus al jarig is geweest. Maar morgen gaan we dus op verjaardag bezoek. Yay! Ben ik blij mee. Toch wel. Ja, toch wel. Nou, ik ga zo lekker met Lady lopen. En ik ga nog eerst even mijn telefoon een beetje opladen. Dus ik ben zo meteen weer gewoon bij jullie terug. Simpel. Ja. Dus komt helemaal goed. Ja. Nou. We zijn gisteren helemaal vergeten om een vlog af te sluiten. Dus dan gaan we dat nu maar even doen. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het. Abonneer even. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En reageer even. Want dan krijg je ook een leuke reactie weer terug. Dus dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende vlog maar weer. Doei!